In deze video van Mario RPG gaan we achter de gekke krokodil aan die Mario's geld heeft gestolen. En moeten we vechten tegen een baas die met bommen loopt te gooien. En als laatst krijgen we misschien een tip over waar Princess Peach is. In de vorige aflevering zijn al mijn munten gestolen door die Kroko-man. En die liep dus hier naartoe. Hier ergens. Kijk, daar is die, daar is die, daar is die. Bro, het loopt hier dood, maar geen paniek. Ik heb altijd een bom bij de hand. Je weet maar nooit wanneer die van pas komt. Zit jij hier chaos te maken? Zit jij hier chaos te maken hier op deze berg? Kijk, ze rennen, joh. Oké, laat ik even een vijand proberen te verslaan. Oeh, ik denk dat we die bom moeten pakken. Ik denk het wel. Die bom moet even ontploffen. Top. Mag niet. Oké, Mello, jij mag even verdedigen. Wow, maar die Gino is sterk, gek. Terwijl Mello een leveltje omhoog gaat. Oh, shit. Ik word gelijk nog een keer aangevallen. Oké, pak deze. Oeh, die is in één keer stuk. Lekker. Lekker, man. Die is ook in één keer kapot. Het is helemaal top. Lekker teampje, hoor. Oké, we gaan door. We gaan door. We moeten naar Kroko, man. Oké, daar is hij naartoe. Oh, daar kwam hij vandaan. Hoeveel bommen heeft hij bij zich, joh? Hier is de eerste. Geef me mijn money terug. Pak ze, Mario. En nog een keer. Let's go. Dikke doei. Geef me mijn munten terug. Snik, snik, wacht maar. Jou pakken we nog wel. Misschien niet vandaag of morgen, maar ooit. Oké, doei. Oh, hij had geen munten bij zich. Maar hij heeft wel een bloemencapsule laten vallen. Ik wil gewoon al mijn munten terug, maat. Hier staat er nog één. Bliksem! Lekker, man. Ik ben veel te sterk voor hun. Had hij ook geen munten bij zich? Oh. Hij ging wel hier naartoe. Kijk, zie je, hij ging naar zijn matties. What up? Later! Oh, er staat er nog één. Oké, er is er één die mij een klapje heeft kunnen geven. Gewoon één klein klapje. Oké, en nu naar die alligator, meneer. Die had zeker alles gestolen. Waar is Mr. Alligator? Oké, je gaat me niet vertellen dat ik die niet kan vinden. Zou die hier ergens zijn? Hier zo, rechts. Ben jij hier? Oh nee, hier is Molman. Deze tunnel loopt dood. We hebben een bom nodig. Ja, ik moet Alligatorman vinden. En dan moet ik daar naartoe. Of zou ik deze bom moeten verslaan? Nee, ik denk dat ik Alligatorman moet vinden. Ik denk niet dat dit helpt. De bommen leven nog. No! Oh, maar dit valt gelukkig mee. Heb ik nu een bom? Nee, ik heb geen bom. Waar ben je, maat? Waar ben jij? Ben je hier naartoe? Ik heb geen idee waar die verlerk is. Moet ik weer hier tegenaan springen? Is dat het? Ja, kijk, hij komt weer. Oh, maar hij loopt nu langs ons. Hij is deze kant op gegaan. Dan moet hij wel die kant op, toch? Hier kunnen we maar één kant op. Waar is die? Oh, daar. Ja, oh, kijk, we moeten hem gewoon opwachten. Snel, we moeten achter hem aan. Kom hier. Bro, ik denk dat ik in tegengestelde richting moet lopen. Ik denk niet dat ik hem... Jawel, we hebben hem. Kroko, kom dan. Jongen. Oh, ik mis gelijk. Oké, het begint goed. Hier, jongen. Vuurbal erbovenop. Bliksem! Oké, dat doet niet zo heel veel. Bliksem heeft niet zoveel zin. Wat gooi je even trucje? Ja, jij gaat gelijk bommen gooien, hè, maat. Oké, nog een keer vuurballen. Die was lekker. HP-regen voor Mario. Wat ziek idee. Mario weer vol. Nu gaat hij een bom gooien. Op. Weer op Mario. Maar hij mist. Oeh. Ik kan de trio-techniek doen. Dan gaan we hem even keihard pakken, jongen. Let's go. Daar gaan we weer. Ik vind dit zo'n vette animatie, jongen. Dit is toch gek. Gewoon hier over Rainbow Road met z'n allen. En dan... Bam. 194 erbovenop. Ja? Oh, wat doe je? Wat is dit? Wat was dat voor actie? Wil je je spullen terug? Jazeker. Dan moet je mij eerst omleggen. Omleggen zelfs. Oké, je wilt dit echt hard gaan spelen zelfs. Oké, nou prima. Dan gaan we dit hard spelen. Wat zit je nou? Paddenstoel op mijn bakkers te gooien? Wat een ziek idee. Let's go, Mario. Reken af met deze vlerk. Daar komt weer wat aan. Blijven schieten. Lekker bezig. Blijven slaan. Wat een ziek idee. Oké dan. Oh, ik mis. Let's go, Mario. Oké, Mello. Maak Gino maar even beter. Het vrolijke wolkje is weer boven hem. Krijg ik nou weer op mijn hoofd? Auw, zo is het wel genoeg. Nou, dat dacht ik ook. Hier is je troep. Hoe bedoel je troep? Geef me gewoon mijn munten terug, maat. Hij is er vandoor. Oké, later. Hopelijk heeft hij ook een bom achtergelaten, want die hadden we nodig. Geef eens een bom. Je hebt je munten terug. Ja, en je hebt ook een mini balbom gevonden. Kijk, die hadden we ook nodig. Nu kunnen we verder. Kijk, als het goed is, kunnen we nu hier deze mol helpen. Door een mini balbom erom tegenaan te gooien. Kijk, lekker. Oké, maar zijn dan de kids hierachter? Papa mol zegt wat? De ster die ligt waarschijnlijk ergens achterin. Oké, is goed. Oh, nee, niet? Wat? Oh, de mol gaat niet mee. De mol gaat ook nooit naar huis. Oh, die gaat wel naar huis. Oké, doei. Okay, we kunnen hier onderlangs en bovenlangs. Kan gewoon, denk ik, over deze bobbies heen springen. Kijk, hoppakee. Oh, ik heb een ster. Lekker dit. Lekker, man. Dit is top. Top, we gaan lekker bovenlangs, lekker snel. Hier overheen.
Ik ben ook gelijk nieuw level geworden, dus dat is top. Kijk, hoppakee, Mellow een leveltje omhoog. En ook Gino's een level omhoog. Oeh, dit was lekker. Gino heeft Gino boost geleerd. De aanval is verhoogd, druk vlak voor het einde op A voor sterkere verdediging. Super, dat klinkt hartstikke goed. Oh, daar is nog een kist. We moeten even deze... Oké, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Kom op, Mellow. Hey, Mellow heeft ook een nieuw wapen. Dat had ik helemaal nog niet door. Mellow kan nu ook lekker aanvallen. Wat goed. Oké, muntjes pakken. Yeah, lekker. Ik had helemaal nog niet aangevallen met Mellow sinds ik hier in Molledorp ben. Maar hij heeft nu ook een goed wapen. Oké, ik had hier denk ik wel eigenlijk ster willen hebben. Maar maakt niet uit. Oh, dit zijn gewoon losse bommies. Oh joh, wat is dit? Een paddenstoel. Hier kunnen we opslaan. Ik denk dat ik weer bij een baas begin te komen. Kunnen we hier de volgende ster straks gaan vinden? Of kan ik deze pakken? Ja, dat is een bloem. Wat gaat er gebeuren? Oh, wie staat daar aan het einde? Wat is dat? Wat is dit voor gast? Bro, wie ben jij? Wat ben jij? Oh, hij duwt mij weg. Moet ik hier als een matties eerst verslaan dan of zo? Ik denk het. Dan gaan we dat gewoon doen. Let's freaking go. Mellow, pak hem. Oh jee, hier is ook een andere vijand bij. Geen idee wat dat dan weer is. Ga nog gewoon proberen te pakken. Enigma is dit. Oeh, die is best sterk. Die is best sterk, maar die is ook kapot. De bommen nog niet. Die gaan ontploffen in mijn gezicht. Althans, eentje. En nu heb ik alle bommen hier verslagen. Oh, kijk, ik moet gewoon op zijn hoofd springen. Wat is dit? Wat is dit voor een gekke gast? Hallo, gegroet, kijk en huiver, want voor jullie staat de ene echte Punchinello. En Mello zegt nooit van gehoord, Punchinello. Nee, ik ook niet. Ze zeggen dat ik een kort lontje heb. Maar ik zal eens laten zien hoe bombastisch ik ben. Vaarwel. Oké, je zegt gewoon nu al gedacht tegen mij. Je denkt van, ik ga jou pakken, maar ik kan me niet uit. Is goed. Hoeveel HP heb jij ongeveer? Dat gaan we eens even bekijken. Laat maar even zien wie je bent. Je hebt 1025 HP en je hebt geen zwakte. Is goed. Je gooit allemaal bommen. 4 bommen. Oké, is goed. Die kan ik denk ik met Mellow wel gaan pakken straks. Of misschien werkt dit ook al. Kijk, alle bommen zijn alweer weg. Lekker dit. Dat zie. Niet slecht, zegt Punchinello. Maar het is nu tijd om te knallen. Oh, grotere bommen. Geen probleem. Die kunnen we ook misschien wel pakken. Hoop ik. Misschien ook niet. Bliksem. Hopelijk helpt dit. De bommen leven nog. Oh nee, daar gaat de eerste bom. Daar gaan alle bommen. Oké, laten we even gaan. Let's go. Oké, de bommen zijn weg. Niet Mellow nu aanvallen. Hij zegt bommen los. Oh my god, oké. Ik denk dat het goed is om nu eventjes wel op de bommen te focussen. Laten we focussen op de middelste bom. Die is weg. Ga ik nu even voor de linkerbom met Mario. Die leeft nog. Maar nu denk ik niet meer. Er is er nog één bom over. Oh, maar die kunnen we ook nog misschien wel kapot maken. Kijk, toch. Geef ik nu even snel paddenstoel aan Mellow. We willen niet dat Mellow kapot gaat. Zullen we voor de ster-service gaan? Zullen we onze superkracht weer gaan inzetten? Let's go! Over Rainbow Road! Hoppakee. Hoeveel damage doet dat? 328. Die was oprecht lekker, man. Die was oprecht lekker. Ah! Dit kan niet waar zijn. Ik ben verslagen. Ik wilde dit eigenlijk niet doen. Maar jullie laten me geen keus. En Mellow zegt, ik denk dat hij bluft. Bluff jij? Bluff je? Hij zegt, dit ga ik heus niet aan jou verspillen. Wie weet wat er anders gebeurt. Gino zegt, kom maar op als je durft. Mario knikt ook. En Punchinello zegt, ik laat me niet zomaar beledigen. Nu gaan jullie het krijgen. Waarom gebeurt er niks? Oh, zijn er geen bommen meer over? Oh my. Oké. Punchinello is kapot. Gemaakt door die bom die op zijn hoofd valt. Maar Mellow zegt, als dit ding ontploft, dan zijn we er geweest. Ja, oké, laten we even gaan praten. Misschien kan Mario vrienden worden met deze bom. Gaan we wegrennen? Oh nee, we gaan wegrennen. Oh nee, dit is niet goed. Er zijn allemaal gevaren hier in deze berg. Wat in de heldere hemel was dat? We hebben de slag gewonnen. Ik hoop alleen dat we de oorlog niet verliezen. Waar zijn Dynamite en Ster, zegt Gino. Oh, kijk, daar is de ster. Daar is die. We hebben een gele ster gevonden. Lekker, man. Dat is nummertje 3 al in de pocket. Tenminste, denk ik. Ja, zo te zien wel, ja. Hoppa. We hebben hem te pakken, hoor. De derde ster. Dit gaat goed. Er zit nu een lekker tempo in. Very nice. Gefeliciteerd, Mario, met de derde ster van de 7. Kom op, we moeten Dino en Mite nog zien te vinden. Zeker weten. Heel de boel is hier een plof. Waarschijnlijk gaan we die wel vinden. Oh, daar is ze. Dat is Dino. Die zit opgesloten. Oh, en Mite is waarschijnlijk... die hangt erachter op de rug. Help eens even. Ik heb iemand nodig om de wagen een zetje te geven. Is goed. Let's go. Wat staat er trouwens hier op dit papier? Mijn wagenbesturing. Remmen is met A, springen is met B, snelheidsboost met X als ik een paddenstoel heb. Oké. Een ritje in de mijnwagen. Let's freaking go. Oké. Ik wil naar die kant. Nu kan ik snelheidsboost doen. Jee, lekker. Volgens mij was B springen, hè? Hoppakee. Dit ging fout. Ik wist niet dat dat kon, maar dat kon blijkbaar ook. Oh, ik moet ook nog sturen.
Oh, ik dacht dat het vanzelf... Wat? Ik heb denk ik geen recordtempo, jongens. Ik heb nog niet helemaal door hoe dit gaat. Misschien moet ik hier remmen bij de... Oh, kijk, ik moet remmen bij de bochten. En dan nu deze pakken en dan... Kon ik daar echt door? Ik denk het eigenlijk wel. Tempo. Oh, ik ben hier zo slecht in. Ik pak ook gewoon de hele tijd de verkeerde knop. Oké, spring. Boosten! Spring. Lekker. Remmen. Ja, top. Rem een beetje, Rick. Ik heb er langer dan een minuut over gedaan. Dit is geen high score. Dat kan ik je wel vertellen. Ik denk dat dit misschien in 20 seconden kan. Oké, ja, lekker. Geen paddenstoelen voor mij. Ja, lekker. Dit is top. Oeh, dit is ook top. Een jump. En dan... Dit stukje gaat iets beter. Ik heb alleen niet superveel muntjes. Dit ga ik niet halen. Hier heb ik wel muntjes. Heb ik nog een paddenstoel? Ja. Dit ging iets beter. Oh, maar we zijn er nog niet. Beetje remmen, boost pakken, beetje remmen. Oh, ik had daar denk ik weer rechtdoor kunnen springen hoor. Ik denk het wel. Beetje remmen, ja, cool. Wat vlot, goed zo. Springen. Bochtje om. Nou, dat is ook wel eens een zwak karretje dit ook hoor. Potverdorie, ik wil deze kant. En dan... Oh, ik rem toch, hoe hard moet ik remmen? Oké, boost hem maar, nu ben ik er klaar mee. Hoppakee, en rem. Rem als een malle, goed zo. En rem. Wauw, wat is dit? La 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 la. Ik rem, maar ik rem weer niet genoeg. Oké, laat even in de comments weten wat jouw score was. Ik denk dat iedereen op mijn YouTube kanaal die mijn video's kijkt sneller is dan dat ik ben vandaag. 2 minuut 38. Wat een drama. Kan ik hier rechtdoor springen? Oh, maar ik was toch gewoon op het spoor? Waarom kan dat niet? 2 minuut 49. Ja. Oh, we moeten nog een stuk. Of niet? We zijn buiten. Oh ja, maar buiten moeten we nog een stuk. Wee. Lekker. Wee. Tempo. Ja, deze stukken gaan mij echt beter af. Oké, go. Goed zo. Oké. En naar beneden. Wee. Goed gedaan hoor. Dyna en Might en Mario. Ik denk dat we door het plafond binnenkomen. Ik denk dat we nu hier binnenkomen vliegen in de minecar. Ik heb het gevoel dat ze hier ieder moment weer kunnen zijn, zegt mevrouw Mol. Daar komen we! Ik zei het toch. Ik zei het toch. We zijn thuis! Woehoe! Mijn arme schatjes, hoe gaat het? Kleine Maarten, hebben je pijn gedaan? Nee joh, het gaat allemaal goed. Ze hebben allemaal een goede gezondheid. Ze hebben een prachtig avontuur beleefd. Mama Mol zegt, hoe vaak heb ik je al gezegd om niet alleen de mijn in te gaan? Allemaal geen probleem joh. Ik heb een ster gevonden. Ik help jullie graag, jullie mollen. Je hebt Dyna, Might en een sterrenstuk gevonden. Maar waar is Peach? Dat weet ik ook niet. Gaan we dat in de volgende video zien. Snifster 1 zegt, kom terug keventje. Wil je niet gezellig met mij bij Booster thuis komen spelen? Niet wegrennen, we doen je niks hoor. We willen alleen maar spelen. Waar hebben we het over? Oh, daar is een kever. Wat? Wie zijn dit? Dat zijn verschrikkelijke shy guys. Oh, arme kever. Oh, de kever zit op mijn hoofd. Laat me met rust. Ah, het zijn geen shy guys natuurlijk. Het zijn snifters. En die zegt, waag het niet om dat kevertje aan te raken. Dat is een cadeautje voor Booster. Ik wil dat kevertje helemaal niet geven. Laat het kevertje lekker met rust. Snifster zegt, Booster is bezig met het vermaken van de prinses die uit de lucht is komen vallen. Daarom vangen wij kevers voor hem. Dus geef op. Nee, breng mij maar gewoon naar Peach. Breng mij maar gewoon naar die prinses. Ik denk dat ik de kever moet gaan volgen. En dat we er dan achter gaan komen waar Peach is. Dat gaan we bekijken in de volgende video. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende. Mazzel.